geologie. Ik verf graag op muren, canvassen, niet snel op muren. Graffiti, street art, dat is wat ik doe. We staan hier nu op een graffiti jam eigenlijk in Noboken. Het is hier een legale graffiti zone geworden. Het thema is superhelden. Voilà, een beetje amuseren. Zoals wij dat nu doen, dat is echt op een productieve, constructieve manier eigenlijk. Het kan echt een meerwaarde zijn, ook grauwe vieze muren, een blikvanger erop. Wordt op die manier echt wel net iets aangenamer voor erin te zien. Street art wordt ook zo gebruikt om illegale graf tegen te gaan. En tags en zo, om echt plaatsen te heropwaarderen. Ik snap zeker de filosofie of het concept van de stad nu. Dat mensen eigenlijk roepen op hun kunnen doen. Om dus illegale aangebrachte graffiti gratis te laten verwijderen. Ik vind dat ook wel goed. En dus ook plaatsen zoals deze eigenlijk wel voorzien. Zodat mensen niet per se andere mensen hun eigendom moeten beschadigen. En dus hun dingen hier kunnen doen. Dat is een passie, hè. Dat is geen hobby. Een hobby dat doe je op een woensdag namiddag van 2 tot 5. Ik sta ermee op. Ik ben er heel een dag mee bezig. Ik ga er s'avonds terug mee slapen. S'nachts droom ik daarover, letterlijk. Soms denk ik dat ik een beetje overdrijf of zo, maar wat betekent dat voor mij? Joh? Dat is alles of zo. Ja. Komt echt wel nummer 1. Legale graffitizones zorgen voor knappe staaltjes street art in Antwerpen. Merkt u toch ongewenste graffiti op? Laat die dan gratis verwijderen door de stad. U leest er alles over op antwerpen.be.